allemaal. Ik wilde weer eens een opruimvideo opnemen. Ik heb dat al een hele tijd niet gedaan. En ik dacht gisteravond, oké, mijn badkamermeubel is echt ontploft. Ik ga dit opruimen. Dus dat heb ik voor jullie gefilmd. In mijn joggingbroek en mijn mittenstrui. Dus ik hoop dat je het leuk vindt om te zien. Dit is before en daarna zie je after. Nou, het licht is hier niet al te best, maar dit is het kastje. Dit is mijn everyday bakje. Oh, dit had ik nog even op moeten ruimen. En dit is wat ik ga opruimen. Want zoals je zult zien, ik kan hier niks meer in vinden. En hier zit allemaal make-up in die ik graag gebruik. Maar die ik dus nu niet meer te pakken kan krijgen. Hieronder zit nog allemaal paletten. Een hele stapel. Nou ja, de weg is een beetje zoek. Dus ik ga aan de slag. En ik ga eerst alles hier leggen. Ik heb even handdoeken neergelegd omdat ik niet wil dat Niels wakker wordt. Nou, mijn paletten die zaten al in dit doosje en die hou ik ook in dit doosje. Ik moet alleen een aantal paletten naar mijn andere opslag verplaatsen. Ik twijfel een beetje. Ik denk dat ik deze misschien wel weg ga geven. Dit is een L'Oreal Nude palet. Deze vind ik wel heel fijn, maar die is eigenlijk geen oogschaduw. Maar ik weet niet waar ik hem anders moet laten. Dit is het Revolution Blush Palette. Ik vergeet hem alleen vaak te pakken. Nou, deze heb je nog in de Italië shop nog voorbij zien komen. Deze is van Sephora. Dit is het Delicate Nude Palette. Die hou ik sowieso in het bakje. Maar welke ga ik dan nou verplaatsen? Lastig, lastig. Maybelline de Nudes heb ik hier. Revolution Radiance Palette. Ik gebruik ook te weinig eigenlijk. Daarom moet je ook dit soort dingen even opruimen. Misschien dat ik deze, alhoewel deze wel hele leuke kleur heeft voor de herfst, als ik hem open krijg. Net mijn nagels gelakt, dus ik probeer het niet te beschadigen. Dit is natuurlijk wel een heel mooi palet voor de herfst. Dit is het Revolution Ultra Professional Eyeshadow Palette Flawless. Deze, misschien dat ik deze dan weg doe. Dit is Iconic Pro. Dit is een dupe van een Smashbox palet. Maar ja, dit zijn ook hele mooie kleuren voor de herfst. Oh, keuzes. Zoals je ziet kan ik geen keuzes maken. Natuurlijk laat ik mijn Naked paletten hierin zitten. Mijn Too Faced palet, mijn Naked The Basics moeten erin blijven. Ik denk dat ze er gewoon allemaal in moeten blijven. Een paar kleine. Nou, misschien moet ik deze... Deze ga ik denk ik wel even. Dit is juist meer mijn zomerse paletje. Dit is een paletje met twee oogschaduws van Makeup Geek en twee van MAC. Ik weet niet meer de namen uit mijn hoofd. Deze heb ik in Italië zelf samengesteld. Dus die blijft ook andere Italië. Vorige keer Italië, Milaan. Oké, dus dit ga ik er allemaal in doen. Dan heb ik hier allemaal oogpotloden die ik heel makkelijk en snel vind. Van die dikke eyeshadow sticks. Die vind ik echt ideaal voor als ik haast heb. Dus hier kan ik nog even geen keuze in maken, want dat ga ik zo doen. Ik heb hier alle mascara's. Deze die moet weg, want die heb ik te lang open. En deze drie gebruik ik dagelijks. Of eigenlijk als het heel hard regent gebruik ik deze eroverheen. Anders gebruik ik deze waterproof. Dus die gaan in mijn everyday stash. Dan heb ik hier nog contour paletten. Maar deze gebruik ik bijvoorbeeld alleen maar met uitgaan. Deze vind ik heel leuk. Dit is Hollywood Bronze & Glow. Dat is een dupe van Charlotte Tilbury. En die heet het niet Hollywood Bronze, maar...
Nou, iets in die richting. Ik kom niet op namen vandaag. Ja, te moe. Deze heb ik redelijk nieuw. Die heb ik van Lily Lolo gekregen. Ik kan gewoon geen doosjes open krijgen vandaag. En daar vind ik vooral de highlighter heel erg mooi van. Naked Flush, die neem ik heel graag mee op vakantie. Die gaat bij mijn paletten. Ik ga denk ik ook gewoon een stapeltje voor weggeven maken. Dat is nooit verkeerd. Deze vind ik ook leuk. Deze is nu iets te donker. Dit is meer voor de, deze kleur is meer voor de zomer. Dit is van de H&M, is het face palet. Maar deze twee kleuren zijn juist wel heel mooi nu. Dus dit moet ik ergens in een apart bakje gaan doen zo. Nog hier een paar losse oogschaduwkleuren. Waarvan ik deze in mijn Everyday Bag doe. Dit is MAC Club. Is denk ik volgens mij net een review van online gekomen. MAC Groundwork Paintpot is natuurlijk altijd handig. Want het is ook als basis. En dan doe ik deze drie in mijn oogschaduwdoosje. Dit is nog een nieuwe Urban Decay Primer Potion. Dus die gaat even weg. Dan gaan we nu. En dit is nog een bekken. Die moet hierbij. Of die gaat al in Everyday. Een beetje glans. En dan ga ik nu hiermee aan de slag. En dit is blush. Voornamelijk blush. Mono's. Lipkleuren. En lipglosses. Dus daar gaan we. Meteen mooie tijd om mijn oude Essence Kabuki weg te gooien en een nieuwe te pakken. Die heb ik altijd reserve omdat ik daar gewoon gek op ben. En je weet nooit wanneer ze een keer uit een assortiment gaan. Maar Essence, als je kijkt, doe het maar niet, want ik hou ervan. Ach, en dan ontdek je helemaal onderin het bakje Sleek Rose Gold, de dupe van NARS Orgasm. Fantastisch. En deze gaat in mijn Everyday bakje, want die heb ik gemist. De lipsticks laat ik zitten, want die zitten eigenlijk gewoon nog precies goed. De lipglosses heb ik gewoon even netjes neergelegd voor zover mogelijk. Deze past alleen net niet lekker. Ik ga het even anders. En dan ga ik nu de blushes en de mono's weer terugleggen op de plek waar ze hoorden, want het zat helemaal door elkaar. Dan heb ik nog een aantal highlights. Het is een beetje een nieuwe categorie in mijn, zeg maar, waar ik meer van heb dan vroeger. Maar goed, we gaan het best doen. Blushes is een van de lastigste dingen, vind ik. Want ik ben echt gek op blushes. Ik kan dan helemaal niet kiezen welke ik dan bovenop wil hebben liggen. Oh, welke blush is nou niet mooi genoeg om bovenop te hebben liggen? Ik kom er niet uit. Ik leg ze eerst even allemaal in. En dan kan ik een overzicht over mijn oogschaduw. En dan kan ik daarna weer. Ik zal een aantal van mijn favorieten doen. Dit is L'Oreal Le Blush in Peach. Die vind ik heel erg mooi. Want trouwens, ik kan hem een beetje horen, want ik probeer dus een beetje zacht te praten. Dit is een van mijn favorieten. En dit is de Max Factor Creme Puff Blush in Lovely Pink. De Ethos Baked Blush vind ik ook fantastisch. En deze is in de kleur 4138001. Catchy naam altijd van de Ethos. Dit vind ik een hele leuke. Maar dit is, ja, meer een soort highlighter slash blush van de Body Shop. Dit is de Shimmer Waves in Coral. En ja, je snapt Shimmer Waves, Shimmer Brick. Dit zijn een beetje dezelfde ideeën. Dit is dan weer een tube van een andere kleur van Bobbi Brown. In mijn bescheiden mening
Zoals je ziet heb ik veel budgetdupes van dingen, omdat ik gewoon gek ben op budgetvarianten van nieuwe producten. Een hele fijne budgetvariant trouwens, nergens volgens mij een dupe van, dat is de Instaglow van Miss Sporty. En ik heb hier de kleur Flushed Pink van. Het is echt een hele mooie glans. De verlichting is hier trouwens dramatisch, mocht je nog niet zijn opgevallen. Ook een hele mooie, is die van NYX. De Silky Rose, maar goed, zoals je ziet kan ik niet blushen. Ik moet zo nog kiezen welke dan allemaal in mijn everyday bakje gaan. Och, en deze vind ik ook zo mooi. Dit is L'Oreal Le Blush in Rosy Cheeks. Ook prachtig. Goed, goed verhaal. Zoek er even allemaal in. En dan ga ik nu door naar de mono's. En daar moeten we in gaan schiften, want die pak ik niet zo vaak. Maar ja, er zitten wel hele mooie tussen. Oh, hier zit nog meer blush. Highlighter. Deze mono's blijven, want die komen uit mijn everyday bakje. Deze is van Sephora. Dit is Hippie Girl. Deze is al heel oud, maar echt vind ik prachtig. Dit is de Catrice Pure Chrome. Volgens mij bestaat die niet eens. Hebben ze hem niet eens meer. Hij bestaat nog wel, want ik heb hem. Even kijken hoor. En dit is van Be Creative Makeup. Dat is het make-up merk van Easy Paris. En dit is de kleur 023 de meest. Sven die komt af en toe even kijken. En die is nog steeds in shock van de hoeveelheid make-up die ik heb. Oké, okay. Ik ga weer even door. Dan is dit pakje klaar. Dan heb ik nog wel een groot probleem met deze potloden. De concealers die zitten in het andere kastje, daar waar verder niet zoveel in zit. En ik heb hier nog een probleem mee, dus daar moet ik nog even over nadenken. Oké, fantastisch. Ik heb nog twee bakjes leeggemaakt. Hier zaten nog wat parfumetjes in, maar daar heb ik inmiddels een ander bakje voor. En hier zaten elastiekjes in, maar ik heb nu gewoon al mijn elastiekjes en haarspullen in één bakje gedaan. Dus fantastisch. Dus dan kunnen hier mijn highlighters en mijn potloden in. Al deze bakjes zijn trouwens van de, volgens mij heet het Godmorgenlijn van IKEA. Dus. Zo, en dan is dit het eindresultaat. Dus ik heb hier mijn blush, mono's, lipsticks, glosses, hier nog wat wenkbrauwproducten en hier nog meer lippen, mascara's en hier heb ik dus wat dikkere zeg maar eyeshadow sticks en ik heb hier nog wat oogschaduwkwastjes. Nou, hier heb ik clips en hier heb ik elastiekjes, oogschaduw, highlighter en of bronzer dingen en dan is dit mijn schattige everyday bakje die eindelijk weer dicht kan. Wat ik niet heb gedaan is dit, maar hier heb ik bijvoorbeeld mijn concealer liggen en mijn vloeibare blush en nepwimpers. En daar ben ik. En dan heb ik daar bijvoorbeeld foundation en zo, maar dat is allemaal redelijk opgeruimd. Dus that's it. Nou, ik ben zo blij met dit eindresultaat. Eindelijk weer een beetje opgeruimd. Ik kan weer alles vinden. Ik heb hem vanmorgen ook weer met allemaal producten opgemaakt die ik al een hele tijd niet gebruikt had. Dus ik ben super blij met het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het filmpje leuk vonden. Ik hoop dat jullie niet al te veel last hebben gehad van mijn beetje gefluister in de badkamer. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie snel. Doeg!